Eens in de zoveel tijd doen mensen een grote uitgave. Of het nou gaat om een nieuwe auto, keuken of de aanschaf van een huis, mensen kunnen kiezen uit talloze aanbieders en mogelijkheden. Daarom gaan de meeste mensen op zoek naar meer informatie. Maar waar zoeken ze eigenlijk? Via internet. Omdat het makkelijk is. Je kan snel dingen vinden en Zoals een auto of zo. Dan ga ik verschillende autowinkels maar langs om te kijken wat ongeveer de prijs is. En dan prijs-kwaliteit vergelijking maken op papier. Dus ik ga de straat op. En jij? Vaak op internet. Ja, ik ga gewoon sites langs van wat is het goedkoopst en betrouwbaar vaak ook. Ja, op internet. Op het moment wel via internet. Ja, toch in reclamefolders. Internet ook wel. Of je gaat wat winkels langs natuurlijk, dat kan ook. Op internet denk ik. Ja, ook wel. Googelen. Uit onderzoek is gebleken dat ieder mens gemiddeld 4 keer in zijn leven opdrachtgever is van een uitvaart. Al deze mensen moeten keuzes maken. Wordt het een begrafenis of crematie? Welke uitvaartondernemer? Wat voor kist? En nog veel meer praktische zaken. Waar halen mensen deze informatie vandaan? Meestal via de folders die binnenkomen. Op een site. Ja, denk het wel. Ja, zoals kist of zo. Kijken hoe het er allemaal uitziet. Ja, denk het wel. Zou ik eerst via internet kijken? Ja, en ik heb een uitvaartverzekering, dus daar zal ik ook wel mijn informatie op inwinnen. Internet. Ja. Toch wel een beetje via reclame inderdaad. Dat ik me dan verder ga verdiepen in zo'n organisatie en hoe of hun de uitvaart gestalte kunnen geven. Internet, omdat je daar het meeste informatie kan vinden. Mensen die op internet zoeken gebruiken vaak Google. Maar welke trefwoorden gebruiken ze eigenlijk? Uitvaart. Dat denk ik als eerste. Uitvaart, begrafenis. Crematie, ligt aan waar ik op het oog heb. Uitvaart, condolence. Laatste rustplaats misschien, weet ik niet, maar zoiets. Uitvaart, denk ik. Ja. Uitvaart. Nou ja, condolence. Ja. Zou kunnen. Of begrafenisverenigingen. Ja. Uitvaartverzekering of uitvaartverzorging. Uiteindelijk zullen er keuzes gemaakt moeten worden rondom de uitvaartonderneming. Wat zijn nou belangrijke factoren bij zulke besluiten? Of ze voldoende zorg uit handen nemen. Dat je volgens mij heb je nou genoeg aan je kop. Dus dat ze zou kunnen zijn. En de prijs eventueel. Ja, het moet goed geregeld zijn. Het moet goed geregeld zijn. Je moet van tevoren wel weten wat er allemaal in zit. Of wat ze allemaal doen. En wat de kosten zijn. En ja, of het past bij mijn persoon of bij degene die je dan weg gaat brengen. Wezen kunnen zijn de achtergrond, dus de principes die zo'n organisatie erop nahoudt. En voor ons moeten dat christelijke zijn. Dat ja. Maar eigenlijk meer van dat ze alles respecteren van wat jij wil. Nou, dat je toch wil dat iets goed behandeld wordt en dat je goed bijgestaan wordt. En dan moet je maar afwachten of je inderdaad goed gekozen hebt. Want dat weet je van tevoren ook niet, denk ik. Of je moet het van iemand gehoord hebben. Het is toch wel de manier hoe hij het aanbiedt en wat hij aanbiedt. Consumenten krijgen zelden te maken met het regelen van de uitvaart. Logisch dat ze dan op zoek gaan naar informatie die hen daarbij kan helpen. Het internet is een belangrijk informatiebron voor deze consumenten. En als ze daar zoeken, komen ze logischerwijs terecht bij uitvaart.nl. Wilt u in contact komen met deze consumenten? Kies dan voor adverteren op uitvaart.nl. Voor meer informatie, stuur een e-mail naar info@uitvaart.nl.